De minister van Justitie en Politie Kenneth Amoksi en de niet-residerende ambassadeur Stefanus Noordzee hebben gisteren gesprekken gevoerd met betrekking tot capaciteitsversterking van het korps. Volgens de bewindsman is het van belang dat de leden van het korps zich verder kunnen scholen. Vandaar dat er een beroep wordt gedaan op de ambassadeur om naar mogelijke studiebeurzen, trainingen en opleidingen te kijken uit Israël. Ambassadeur Noordzee is te werk gesteld in Israël. Minister Amoksi is ook van mening dat de ambassadeur op diplomatiek niveau de banden met het land Israël kan versterken met betrekking tot de politie, met name de aanpak van criminaliteit en veiligheid in hun land. Suriname kan veel leren van de landen die stappen verder zijn op het gebied van criminaliteitsbestrijding. De minister zou ook willen weten wat het beleid is met betrekking tot gevangenismanagement en de handhaving van de openbare orde en veiligheid. De bewindsman gaf verder aan dat het korps onderhevig is aan een reorganisatie.